Hoi allemaal! Vandaag heb ik voor jullie een soort verzamel shoplog van dingen die ik de afgelopen tijd heb gekocht. Vandaag, maar ook een week geleden of twee weken geleden, maar gewoon van alles en nog wat. Laten we maar gewoon gaan beginnen met de eerste tas die naast me staat en dat is Hennes. Ik kocht dit broekje. Even mee fascineren. Dit broekje. Het is een korte short en hij oogt best wel groot nu, maar hij zit heel lekker. Hij is net wat te groot, maar dat vond ik beter dan zeg maar net te strak. Zeker bij shorts vind ik dat altijd, ja, dan wordt het een beetje lelijk. En hij is, nou, zoals je kunt zien, blauw met een soort ruitje erop, achtig, maar dan met kleurtje. Ik vond hem eigenlijk wel groot. Het is niet een kleur waar ik normaal heel vaak voor ga, maar ik dacht, leuk met een wit shirtje, met een zwart shirtje, grijs shirtje. Ik zag het wel helemaal gebeuren. Ik dacht ook, misschien wel praktisch ook voor Amerika. En zoals je dan, weet je, dan kan je niet zoveel wassen. En dan als hij dan een keer een vlekje op komt, zo, dan zie je dat niet zo heel erg. Had ik bedacht. En ja, deze. Dan heb ik voor mijn werk één keer per jaar een soort vastgoedbeurs. En dan moet je altijd wat netter. Dat is altijd een beetje lastig en het is altijd in juni, dus je weet ook nooit hoe warm het wordt en zo. Dus ik kocht een, nou normaal, ik koop echt nooit broeken van de Hennes, maar ik heb nu deze broek gekocht. En er staat op super stretch, high elasticity, shape that will last. Nou, ik ben benieuwd. Het is hij zit wat hoger, niet echt high waist, maar wel wat hoger dan een normale broek. En hij heeft hier een klein splitje aan de onderkant. En ja, hij zit eigenlijk wel heel erg goed. Ik dacht, het is wel een hele nette zwarte broek. En een beetje afhankelijk van het weer. Maar in principe wil ik er een zwart shirtje op doen. En dan met een statement necklace. En dan ben ik klaar. Dus dat leek me wel een goed idee. Dan was ik bij de Zara. Want deze heb ik al op. Dus ik heb hem al uitgepakt. Maar dit is een Zara parfum. Zoals jullie misschien wel weten, heb ik een tijd geleden een parfum van Zara gekocht. Night. En die vind ik echt super lekker. Draag ik heel graag. Dat is overigens een eau de parfum. En dit is een eau de toilet. Maar ja, weet je, whatever. Dat wil wel zeggen dat het iets minder lang blijft hangen. Maar ik heb hem vanmorgen opgespreid. Het is nu al avond en hij zit nog steeds. Ruik ik hem. Wel minder goed dan vanmorgen. Wel minder goed dan de parfum. Maar dit is de Zara Apple Juice Eau de Toilet. En hij ruikt ontzettend als Chanel Chance. Dat is echt. Dus hij ruikt ook niet per se naar apple juice. En ik vind het flesje trouwens ook heel mooi. Gewoon een vierkant flesje. Maar hij ruikt echt fris zoet. Maar ja, ik zou dus niet appels zeggen. Maar ik zou ook niet kunnen zeggen waar wel naar. Maar apple juice, ik vind hem echt ontzettend lekker. En weet je, de Zara parfums zijn gewoon heel erg betaalbaar. En ja, weet je, dan kan je nog eens een beetje switchen van parfum. Normaal doe ik. Ik heb al jaren hetzelfde luchtje. Ik vind het nu wel leuk om af en toe een beetje te wisselen. En dan waren mijn vriend en ik naar Pull & Bear. En daar kocht ik Pull & Bear, zeg ik altijd. Maar dat kan aan mij liggen. Daar kocht ik dit shirtje. Een beetje neon oranje roze. Ik zit te kijken of het een beetje overkomt op beeld. En van de voorkant heel simpel, een beetje, het is een soort van geweven materiaal met opgerolde mouwtjes. En aan de achterkant heeft hij strikjes en dat vond ik wel heel schattig. Hij zit gewoon echt super comfortabel en ik vond hem eigenlijk wel heel leuk. En hij is gewoon een normale lengte. Mijn vriend kocht ook wat dingen, maar die laat ik even achterweg. Wat dingen, hij kocht eigenlijk alleen een broek. Maar dan deze. Ik dacht, ja, dit is natuurlijk wel heel leuk voor omdat we naar California gaan. Dit is een tanktop met California erop. Hij heeft wat wijdere uitgesneden dingen bij de oksel, zeg maar. Van die armgaten. En dit is een L. Er was ook geen andere maat. Ja, XL. Maar dat is op zich al prima, want hij is eigenlijk vrij kort. Dat kun je wel zien misschien. En ja, nu valt hij precies goed eigenlijk. En hij zit verder dus al het ruim, maar dat vind ik niet erg. Ik vond het gewoon wel heel leuk dat de California Sunset op staat. Dat vond ik wel leuk voor onze reis en zo. Dan, laat ik beginnen met de logische dingen. Dan kocht ik deze zonnebril.
En die kocht ik met een kruidvat. Ik heb echt nog nooit een zonnebril van een kruidvat gehad. Maar ik vond hem eigenlijk wel heel leuk. Hij is een beetje beige. Maar er zit een, ik weet niet of je dat kunt zien, een soort glittertje in. En hij heeft hierboven heeft hij goud. Ja, ik vond hem eigenlijk wel heel tof. Dus deze. Dan kocht ik mijn geliefde scheermesjes voor de bikinilijn van de HEMA. En ondanks dat ik al heel lang niet meer op school zit, heb ik nog steeds schoolagenda's. Want die lopen anders dan, zeg maar, de volwassen werkagenda's. Die lopen van januari tot januari. Schoolagenda's lopen van september tot juli of zoiets. September tot augustus, nou, ik weet niet. Maar in ieder geval, ik zit nog steeds in het schoolagenda-ritme. En daar wil ik nu al verandering in gaan brengen. Maar ja, dan moet ik dus ergens een keer een overbrugging maken. Moet ik ergens een keer een soort dubbele agenda kopen. Maar ik zag nu deze liggen bij de HEMA. En die vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Er staat op, everything is going my way, really. En achterop staat, okay, seriously, you're funny. En dat vond ik ook wel grappig. En wat ik zo fijn vind aan de HEMA-agendas, waarom ik eigenlijk altijd HEMA-agendas koop, is dit. Namelijk, de weekoverzichten vind ik echt heel, heel fijn werken. Dus, en ik wil altijd eentje met ongeveer dit formaat. En met ringband. Ringband vind ik makkelijk omdat je hem dan gewoon makkelijk zo neer kan leggen of zo om kan slaan. En dit formaat vind ik makkelijk omdat je hier ook nog het papiertje en zo tussen kunt doen. Dus vandaar zo'n formaat. En ik vond deze eigenlijk wel heel erg leuk. Maar dit wordt dus mijn tussenagenda. Dus in januari wil ik een grote mensenagenda kopen. Dan was ik al een tijdje heel erg benieuwd naar de Max Factor Lipfinity. En ik kocht deze, 146 Just Bewitching. Ik wilde eigenlijk de allerlichtste kleur, maar die was op. En nu heb ik dus deze kleur genomen. Ik heb hem nu ook op. En hij zit er dus echt al vanaf vanmorgen op. Het is nu 6:30. En ik heb alleen nog even een nieuw beetje lipbalsem opgedaan. Ik heb drankjes gedaan, hapjes gegeten, geluncht, alles. En het zit er gewoon nog steeds op. Ik ben echt enorm verbaasd. En het voelt prettig aan. Ik moet wel zeggen dat hij een beetje droog wordt gedurende de dag. Maar als je gewoon die lippenbalsem, het kan gewoon elke lippenbalsem zijn. Dan kan je hem dus gewoon weer een beetje soepel maken. En ja, aan het eind van de avond heb je misschien een beetje droge lippen. Maar ja, een beetje. Dan heb je wel de hele dag die kleur. En ik vind het een hele leuke kleur. Dit is dus 146 Just Bewitching. En ik ben er heel blij mee. Het zijn dus een soort van twee sticks. De eerste is de kleur. Dan laat je die drogen. En dan doe je er lipbalsem omheen. En die zit erbij, maar je kan gewoon in principe elke lipbalsem gebruiken. Oké, en toen was mijn batterij op van mijn nieuwe camera. Dus dit film ik weer met mijn oude camera. Ik hoop dat het kwaliteitsverschil niet al te shocking is. Maar we gaan gewoon door, want mijn nieuwe camera heeft wel, heb ik wel een extra accu voor gekocht, maar die heb ik nog niet opgeladen. Dus dat. Wat ik wilde zeggen. Ik ging naar Mac, want ik wil al heel, heel, heel erg lang de MAC 217 brush. En dat is deze. En dat is een blending brush. En ik heb er een van de HEMA, die vind ik heel fijn. Maar deze is net wat kleiner. Waardoor je net wat subtieler kunt blenden. En ja, dat heb je gewoon soms nodig. En ik wilde hem al heel lang. En ik heb hem nu gewoon aangeschaft. Omdat ik vond dat het nu wel een keer tijd was. Dus de MAC 217. Dan heb ik al heel lang, ik denk al een jaar of 3, 4 heb ik de blush brush van Ici Paris. En ik vind hem eigenlijk heel erg fijn. Het is een schuin afgesneden kwast en ik heb hem al jaren. En eigenlijk alle blush brushes die ik verder heb vind ik minder fijn dan die. Zelfs die van Real Techniques. Die vind ik heel fijn voor andere dingen. Maar mijn blush gebruik ik gewoon het liefste die kwast. Dus ik heb hem opnieuw gekocht, want hij begint los te raken, het kwastgedeelte. Dus dat is niet zo handig. Ik hoop dat hij nog hetzelfde is. Ik kon hem verder niet testen. Hij oogt nog wel hetzelfde. Maar ik hoop ook dat hij dus niet, hij oogt wel langer. En ik vond hem eigenlijk al te lang. Want hij past niet in mijn toilettas. Dat vond ik een beetje irritant. En hij lijkt nu nog langer. Dus op hoop van zegen. Maar goed, dan kan ik hem in ieder geval thuis prima gebruiken. En ja, deze. Dus de blush brush van Ici Paris. En het zag een hele mooie oogschaduw liggen. En die wilde ik afrekenen. Toen zei ze, ja, die oogschaduw krijg je gratis als je €15 besteedt. En de oogschaduw zelf was €10. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een beetje onzinnig. Dus, toen kocht ik dit paletje. Dit is Eyeshadow Quad in Nude. En vond ik echt een heel mooi
oogschaduwpaletje met een aantal matte kleuren en wat glanzende kleuren. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon een heel fijn, simpel paletje voor op reis. Ik dacht, ja, dan krijg ik die oogschaduw er gewoon bij. Want de oogschaduw was deze. En ik ga hem nog zwartje, dus ik kan hem niet verder laten zien. Maar hij is, ja, het is gewoon een hele mooie glanzende kleur. En ik denk zelfs dat hij heel mooi is als highlighter als je een beetje bruin bent. Maar, dus die. En dit is de kleur 023 Amazed. En dit is dus nude, heet hij gewoon. Dan als laatste, een vriendinnetje van mij, die wordt 30 en zij vieren een we grew up in de 90s. Wij zijn opgegroeid in de 90 jaren en ik ben natuurlijk ook, want ik ben ook geboren in de jaren 80, opgegroeid in de jaren 90. En dus ja, is het verkleed tijd en ik kocht dus deze geweldige hippe cap. Deze van de Action en deze kocht ik voor Sven. Normaal lenen wij dit soort klepjes van een collega van mij die heel veel van dit soort dingen heeft. Maar ik dacht, nou, nu waren ze bij de Action heel goedkoop. Dus ik dacht, nou, prima. En ik was dus net met dat vriendinnetje en toen zijn we even in de tweedehands winkel beland. En toen hebben we allebei een heel mooi trainingsjackje gekocht. En voor dat feestje, en ik heb wel vaker van dat soort verkleedfeestjes en ik vind dat gewoon hysterisch. Dus ik dacht, we gaan ervoor. Dat is deze beauty. Ja, hij is gewoon mooi van lelijkheid. Hij is paars, hij heeft hysterische mouwen. En ja, dat is dus vooral voor dat feestje. Maar eigenlijk heb ik wel vaker van dat soort thema feestjes. En ik dacht, dat vind ik wel leuk om gewoon een keer zo'n jasje te hebben. Dus dat is het eigenlijk. Dat was mijn shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond naar te kijken. In ieder geval super bedankt. Ik zou het heel leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal. Of het filmpje wilt liken, duimpje omhoog. Dat was het eigenlijk. Ik zou zeggen, geniet. Nou, ik weet eigenlijk niet als dit filmpje online komt of het nog lekker weer is. Anders zou ik zeggen, geniet nog van het lekkere weer. En ik zie jullie snel. Doeg! Weer een eetjesperm en eentje zo. Poef! Nee. Nee, misschien. Nee, ik ga toch voor de lip liner.